dat ja, je verzamelt, basically wel snot in je broek. Hoe weet ik dat? Ik kijk altijd zo euh, naar mij. Stringt. Ik doe één, twee dates ja, ja. en dan gebeurt er iets en dan plots verdwijnen die. Ja. oei, oei. Volgens mij vinden ze het bijster ongemakkelijk. Ah, oh, manneke. Wat? En daar lag ik dan en dan ben ik. Uh... Dat geluid hoe zit. Top. En dan zijn we ready. Je hebt alles wat je nodig hebt, hè? Ik moet juist nog mijn tekening schenken, maar... Um... Schenk jij uw thee maar in. Oh, Oké. Okay. Vind ik ook wel zo trouwens, wat je net gezegd dat je eigen thee overal mee naartoe neemt. Overal waar ik ga, komt deze thermos met mij mee. Overal? Ja, overal. En is het ook een eigen, een eigen blend van thee's? Is het een eigen creatie? Het is een, een thuis... eigen creatie. Um, in onze straat hebben wij een mediterraans winkeltje. en Khalid, als je dit ziet. Groeten daar. <laughs> en die verkopen wortels bij de Vleet. Gember. Kurkuma, gewone wortels, maar die draai ik er dan niet in. Maar dus de thee bestaat uit gember, okay. kurkuma, munt en honing. Ja. Is dat lekker? Zeer lekker. Ik ga straks, als ik mag, wil ik wel een tasje proeven. Jij moet, moet, want maar... ik heb hier nu al water in mijn tas gedaan. Of misschien kan ik die wel teruggieten daarin. Mm, misschien giet ik mijn water wel terug in de fles. Volgens mij moet jij drinken van die thee. Ik ga mijn water teruggieten in de fles. <tie> doen het Recyclen, recyclen. ik ben benieuwd naar de thee er zullen waarschijnlijk wat brokjes mee uitkomen vind ik maar... leuk vind ik leuk brokjes in de mond oké okay, let's go ik weet zo ik weet niet alleen bij zo'n fris drank vind ik het niet aangenaam om brokken in mijn mond te hebben maar bij thee kan ik er mijn leven Dat kan hè Dan verwachten dat wektjes hè <laughs> maar um, oppassen het is warm het is warm als in warm ga ik mijn tong verbranden ik zou het nog niet opdrinken eventjes het ruikt wel zeer lekker straf hè lekker maar ik vind gember lekker om te drinken zeer veel om te eten wel ja, maar dat kan werken. Mijn huisgenoot, Tuur, <laughs> die kookt heel lekker en die gebruikt vaak gember. En dan raspen, dat zo, dan raspen je dat zo wat in dat gerecht en dan werkt dat dan. Nee, ik ga dat niet proberen. Dus je moet ik... dat niet van de knol liggen bijten, maar... In uw, in uw gerecht te verwerken. Subtiel in uw gerecht, Je kan Subtiel gewoon. in uw gerecht verwerken. Kijk, ik ja. doe mijn schrift hier open. Ben je klaar? Super klaar. Oké. Okay. Hallo daar en welkom bij een nieuwe aflevering van Klets Vandaag verwelkom ik terug een bijzondere gast. Hij is niet alleen een getalenteerd muzikant, maar ook een skater die ooit de straten van Leuven onveilig maakte. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hij begon zijn muzikale reis als een jonge rapper in de bruisende hiphop-scene, maar hij stopte niet bij muziek. Hij studeerde ook orthopedagogie, waardoor hij niet alleen op het podium, maar ook in het leven van anderen een verschil kon maken heeft zijn muzikale talenten ook op een nationaal niveau kunnen laten schitteren. Zo zat hij vorig jaar in de finale van de Nieuwe Lichting, gehost door de befaamde radiozender Studio Brussel. Dus dan, without further ado, laten we deze aflevering starten en dieper duiken in het leven en de muzikale reis van deze unieke persoonlijkheid uit Leuven. Dames en heren, ik presenteer met trots onze gasten vandaag, de enige echte Jokke. Goed gezegd. Dank u wel. Ik wil heel graag nog wel, als er ooit applaus is, voel je het goed om daar zo'n applaus te hebben. Zo. Want ja? vind ik had zo awkward dat ik die intro doe. Moet ik het en dan geven? Kort applaus. Ja, ja. 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 Oh, ja. <laughs> klopt het ongeveer? Het klopt ongeveer. Ongeveer zaten er foutjes in. Ik heb al een jaren geen skateboard meer aangeraakt, okay, daar maar ik dus heb wel geskate vroeger. Maar nu niet meer. Nu niet meer zoveel. Nee, niet meer. Todaal. Totaal niet meer. Nee, ik heb nogal een lichaam um, dat heel kwetsbaar is. Oké, okay, Dus je moet, op, moet opletten dan. Ja, en dan sla ik mijn enkels om en dan val ah, ik op okay. mijn knieën en van die dingen. Uh. Is sowieso skateboard wel geen goede combinatie. Nee, ik heb heel losse enkels. Losse enkels? Ja, ja, heel flexibel. Ken je ooit eens omgeslagen bij een treflip. Dat is een trucksknopje skateboard. En ik heb die daar omgeslagen, echt, mijn, ja, de zijkant van mijn voet, met de grond gelijk. En, dan en sindsdien is dat om de haverklap dat ik die een keer omsla. <laughs> zo, gewoon het wandelen een keer, gewoon ja, zo. Ja, maar een letterlijk. Keer. Dus uh, skaten doet het niet, het is uh, heel erg... Nee, het doet wel. Het wel. Doet het u goed wel. voor je. Ja, skateboard, <laughs> ja. Maar dus voor mij is het niet meer echt weg. Niet meer. Maar Zijn jij ook door het skateboarden in contact geraakt met muziek of met heel die hip hop zien of zat dat er al? Ja. Alleen, zo mijn, mijn 14, 15, 16, 17 jaar was alles zo wat de klok sloeg, hiphop. Mm -hmm. En als je dan skater bent, dan komt dat er nog eens dubbel dik op te mm -hmm. liggen. Dus ik zat zo wel in die hip-hop wereld en ik had zo niet het gevoel dat je muzikaal andere kanten op kon. Mm -hmm. Dus dan ben ik eh, inderdaad waarschijnlijk beïnvloed door die skate scene ook wat beginnen rappen en beginnen mm -hmm. uh, hiphoppen. En, en dat... Uh, ja, dat is dan verder geëvolueerd naar iets wat. Ergens tussenin zwemt. Oké, okay, wat zit nu toch al redelijk lang bezig, dan toch al met muziek, of niet? Mm. Een jaar of. Van, ah, ik heb juist. Gisteren kreeg ik een herinnering van mijn eerste nummertje dat ik aan het promoten was op Facebook. Wat nummertje was dat? Dat heette Bipolaire. Ah, wat ja, kijk, ik stond hier ook tussen it. mijn notas ah, ja. Bipolaire. En ook eens van in die periode was uh, Paar 3. Ah, ik denk dat de allereerste was Parbars Bars 1 dan. Paar 1, want die heb Logisch ik niet gevonden, geweest. denk niet ik. heb ik niet gevonden? Nee. Soundcloud. Sound, ah, okay, Soundcloud, dit is ja. een goede tip voor om in de toekomst ook een keer op Soundcloud te kijken. Ja, dat was even een hype, die Soundcloud-rap in Amerika. En dan probeerde je daar zo mee op te springen. Maar, uiteindelijk... maar pas op, ja, daar is het begonnen. Ik ben Soundcloud heel dankbaar. Maar je hebt altijd in het Nederlands ja, gemaakt. Ja, is daar ja. Een reden voor dat je voor Nederlands bent gegaan en niet voor Engels? Ik denk dat je dat gewoon, alleen iedereen die muziek maakt, kan dat beamen, denk ik. Ik denk dat muziek moet vloeien. Dat moet er uitkomen en als je heel erg gaat nadenken over hoe of wat, dan lijkt mij dat al veel verloren energie. Mm -hmm. al het kunt zijn dat je naar je stijl moet gaan zoeken, maar bij mij was die wel redelijk snel was het wel redelijk snel duidelijk. Oké, okay. ik wil gewoon Vlaamstalig rappen en, en zingen dan bij gevolg. Stop. Dus dat was wel de Engels? Nee, ik doe het niet. Nee, ik stap het wel. Thee is trouwens zeer lekker. Ja, is goed. Zeer lekker. Doe oh, je, je daar iets van zoetstof in? Ja, honing. Ah, ook lekker. Gekregen van Aline Builen. Die zei: uh, Alineke je dankjewel voor je heerlijke honing. Zelfgemaakt, hè? Zelfgemaakte honing. Zelfgemaakte honing door Aline, de vriendin van mijn huisgenoot. Mooi, dus, mooi, mooi. Het is allemaal eigen kweek. Nee, letterlijk. En die tas heb ik gekregen van mijn zuster Lief. Elala. Komt uit Marokko. Wat? Echt waar. Die is naar Marokko geweest en die had een cadeautje bij. En ze wist dat ik graag thee dronk. Van daar een eigen tasje. En ik kreeg dit voor mijn neus. Ik dacht van zus. Dank je wel. Dat is van mij. <laughs> lekker. Dus, um, Overal waar je naartoe gaat, dat tasje. Ja, daar komt het wel op neer. Oké, okay, nice. Maar ik ben bang dat die op een dag is gaat breken. Dus ik ben zo soms wel aan het denken van gast, is het nu nodig? Dat tasje. <laughs> maar bij ja, ijstand pak ik hem altijd mee. Maar als ik hem breek, dan uh, maak ik een serie. En dan ga ik op zoek naar juist dezelfde tas Nieuwe ta oh. in Marokko. Sorry, maar dit is wel een goed idee voor een idee. Hè? Werkt, hè? Amai. Ja. Ik, vind het, ik vind, wil jij hem nu anders niet breken, dan kunnen we al... We hebben nog al een breken. <laughs> nee, gaan hem niet breken. Dan gaan we al gaan pitchen. Op. Nee, een zeer leuk concept wel. Ja, maar ik denk ook, ik hoop ook dat er maar eentje in de wereld... Nee, dat gaat niet zijn, hè. Mm, You never know, hè. Het kan zijn hè, dat er echt zo'n ambachtelijke kleiboer ja. in Marokko is gemaakt. Maar dat is een serie, hè. 100 procent. ik een productiehuis zijn, ik schud nu uw hand voor dat te maken binnen X aantal jaren wanneer dat ja, okay, zo is. Oké, let's go. <laughs> nee, laat het hopen, laat ons hopen dat, dat het zo verder verder moet komt. Ja. Oké, okay, ja. En terug over uw muziek. Dus je hebt inderdaad zeer lang uh, Nederlandstalige ja. hip hop gemaakt. En um, um, dan. Hebt je, want ik heb wat onderzoek, onderzoek gedaan. Vier jaar geleden, vijf jaar geleden is alles van bipolair uitgekomen. te mm komen. -hmm. En eh, paar baars. Dan is het tot 2022 heb ik zeer weinig van muziek teruggevonden. Ja. En dan in 2022 was het de nieuwe lichting van Studio Brussel. Ja, in 2019 heb ik zo een, een, mijn eerste en nog steeds laatste EP'tje gedropt. Code Rood was dat. Nee, dat was dingen. Dat, ding, dat, dat heette Op een Dag. Mm -hmm. En daar stond ook een nummertje Leven om te leven op. Mm -hmm. En daar heeft zo wel een kennissenkring, is al wel zo goed rondgegaan. Dus dat is zo een beetje waar ik mijn begin mm -hmm. beschouw, of zo, bij die leven om te leven. Dat was zo meer meer hiphop. Mm -hmm. Als je nu gaat terugluisteren, hoort je ook wel heel veel zwangere regie of zo erin. Oké, okay, oké, okay, nice, ik Niet dat nice, nice. ik veel naar die mensen heb geluisterd, maar dat is zo wel zo wat de maatstaf. Dus mm -hmm. ik denk dat je als jongen zoekende gast sowieso wat spiegelt aan wat er aan is op dat moment. Mm -hmm. Bewust of onbewust. Maar dat was zo wat begin leven om te leven. En dan... Na dus 2019 dan is het heel stilletjes geweest. Mm -hmm. Dat ik het niet wist. Okay. Dat ik het echt niet wist. Het was even creatief zat het wel vast. Ja, maar ook om, ik zei daarnet, net, he, heel die wereld waar dan ik, waarin ik leefde toen, was hip-hop. En ook mm -hmm. de vrienden waarmee ik muziek begon te maken, die maakten hip-hop beats. Mm -hmm. wanna's de neven. Wakko. <laughs> wakko. En um, jij had het niet gevoel dat je de andere kant uit kunt ofzo. Mm -hmm. Maar ik begon stilletjes aan wel door te hebben dat ik zo wat meer zwak had voor. Iets puurdere muziek, uh -huh. een simpele gitaar, ruimte voor melodie, voor meer nuance. Maar ik durfde daar nog niet echt aan toe te geven, omdat ik dacht van ja, hier is geen ruimte voor, uh -huh. en niemand staat erop te wachten. Dus dan heb ik letterlijk ja, een anderhalf jaar liggen knoeien, niks liggen doen, een beetje proberen te recreëren wat uh -huh. ik al online had staan, van ja, dat werkte een beetje, ik had dat proberen naschrijven, bijna in diezelfde... Ja dus ik was het kwijt en als je te veel gaat nadenken als je muziek maakt dan loopt het helemaal mis mm -hmm. um, en dan ben ik stilletjes aan beginnen toegeven aan mijn hart en dan ben ik iets meer beginnen maken wat ik op die moment wou maken mm -hmm. uh, en dan vond ik het terug en dan was het ondertussen 2021 2021 en dan heb ik code rood uitgebracht van mm -hmm. zo'n uh, corona gerelateerde kleinkunsttrack en iedereen had ook zoiets van gast wat doe jij nu omdat ik heel die tijd niks van mij had laten horen. En, en. en ik heb ook mijn proces niet online gezwierd. Mm -hmm. Ik ben van social media gebleven. Ik heb niks meer op Spotify gezet, omdat ik het associeerde met... Ik doe dit niet meer graag. Mm -hmm. Ik vind het niet. En als ik iets schrijf, dan vrommel ik het op en gooi ik het in de vuilbak. Dus muziek maken zei me even gewoon niks meer. En opeens kom ik dan na twee, drie jaar... Maar na twee jaar, niet overdrijven, Met die track. Mm -hmm. Maar dan hadden mensen wel zoiets van, ja, wat is dit nu... Waar is mijn rapper gebleven? <laughs> mijn rapper? Ja, waar is mijn rapper? Ja, maar inderdaad, want dat is iets wat ik wel uh, zag. Dat in de eerste dingen was het vooral hip-hop-relateerd. Mm -hmm. En de muziek die je nu uitbrengt, of afgelopen jaren, is wel iets meer een switch. Mm -hmm. Ook wel even goed, durf ik zeggen, beter. Omdat je nu wel, naar mijn mening, iets meer. Denk met de muziek die je nu maakt, misschien iets een groter publiek kunt aanspreken in denk, België. Ja, ik hoop het wel. Ik ben het wel vrij zeker. Het zijn ook ja, vaak hoop. heel. Catchy deuntjes en heel ja. catchy teksten. Um, maar dus de reden dat je eigenlijk zij switch, was vooral omdat je even hiphop zat er een beetje in, in vast. Ja, ik dacht dus hiphopper te zijn omdat er niks anders was. Mm -hmm. Maar ik ben die persoon niet. En, ja, en hiphop is niet per se af te bakenen. Hè. Mm -hmm. Maar ik ben niet die kerel met een petje die dan rept over zijn moeilijke leven mm -hmm. en over. Ja, ik zeg het nogmaals: geld en, 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 en vrouwen en zo, dat mm. moet niet per se in de hip-hop. Dat is geen must. Maar ik kon mij zo niet echt meer. Um, identificeren daarmee. Ja, identificeren daarmee. Mm -hmm. En ik, ja, ja, dat is logisch. Je doet wat er op dat moment is. Mm -hmm. als jonge gast, als jonge creatieveling die zoekt naar zijn eigen stijl. En op den duur begint je je eigen stijl te ontwikkelen en begint je te beseffen wat je graag doet. Mm -hmm dus nogmaals ik had niet het gevoel dat daar ruimte voor was dus weeg ik maar mm -hmm. en dan heb ik uiteindelijk toch dingen uitgebracht en nu ben ik eindelijk een beetje word ik eindelijk geassocieerd met de muziek die ik nu wil maken mm -hmm. want je hebt nog zo hier en daar mensen die zeggen van oh ja toffe muziek maar wanneer gaat het terug na? wanneer gaat het terug en mm -hmm. ik zeg ja ik ga gewoon waar mijn hart mij leidt mm -hmm. en wie weet kom ik ooit nog bij de hip hop terecht voilà. dan zal ik het u laten weten <laughs> In de tussentijd houden mijn socials in de gaten. Ja, daarom. Maar dus ja, ik voel gewoon nu uh, dat ik uh, doe wat ik wil doen. Mm -hmm. En dat is de laatste keer dat ik het ga doen. Maar dan zou ik Woutse Lossen, een nieuw soetaard van harte willen bedanken. Dat zijn de gasten waarmee we nu de nieuwe plaat in een, uh, in een zijn aanzetten. aan het zetten. In elkaar aan het fransen. Ja, zijn. en dat zijn waanzinnig goede muzikanten. En daarmee voel ik mij perfect comfortabel om muziek als deze te maken. Mm -hmm. Was, dat, was hij Wim Soutaert? Nee, nee, Niels Soutaar. Ah, Niels Niet Ni, Geen broer van of niets gerelateerd. Zijn eigen man, zijn eigen man. Hij is zijn eigen man, uh, en of hij zijn eigen man okay, is. Oké, okay. En ja. hoe zou je je stijl nu omschrijven? Is dan een bepaald genre dat je dat kunt inplaatsen? Mm, ja, ik heb wel zwak voor de... Voor de kleinkunst. Ik weet niet of je daar een beetje in thuis bent? Goh, is klei kun je een voorbeeld geven van kleinkunst? Ja, oh, dat is Luc de Vos bijvoorbeeld. Maar ah, dat is heel maar voor Lux de hand liggend. Ja, ah, komt van Gent. Ja, We zijn hier in Gent trouwens. Wel. Elke Gentse feesten is de, op de Vlasmarkt. Is het Luc er. de Vos? Ja, ja, zeker wel. Daar heb je van Gent? Ik ben origineel van Deinze. Dat is een, een stadje hier kwartiertje van. Maar okay. ik heb hier gestudeerd. Alles is hier mijn werk, mijn leven. Dus ik ben nu. Zes maanden, zeven maanden geleden ben ik verhuisd naar, uh, oh, okay. naar Gent. Dus ik mag mezelf nu een echte Gentenaar noemen. Ik ik dat jij jezelf een Leuvenaar mocht noemen? Of niet? Ja, daarom. Ik heb drie jaar in Gent gezeten, weliswaar. Drie jaar? Ik heb gestudeerd hier. Orthopedagogie, zoals je zo wil. Ja, had, ja. Oh, well, maar heb je het uh, afgemaakt of niet afgemaakt? Wel afgemaakt. Wel afgemaakt. Maar ik zat dus in Leuven en ik ben daar naar middelbaar geweest ook. En um, ja, ik had zoiets van, oké, okay, ik heb deze stad nu gezien. Mm -hmm. De wereld is zo waanzinnig groot. Laat me op zijn minst België verkennen. <laughs> dus ik pak daar een, een richtingskun uit met een natte vinger, die waarschijnlijk ook in Leuven had kunnen geweest zijn. Mm -hmm. Alhoewel orthopedagogie hebben ze enkel in Gent. Maar er zijn ongetwijfeld dingen die erop trekken. Mm -hmm. Die ook in Leuven waren. Maar ik dacht van, kom ik wil op kot. Want ik woonde ook, ik woonde ook in Heren. Dat is heel dicht bij Leuven. Dus ik had dan waarschijnlijk niet op kot gezeten. Okay. Dus dan ben ik naar Gent gegaan. En heb ik daar orto gedaan. Ik wist totaal niet wat ik moest gaan kiezen. Op het einde van mijn middelbare, maar ik dacht, ik pak iets heel breed. Mm -hmm. In de sociale we wel. sector. Mm -hmm. Ik help graag mensen, denk ik. <laughs> ik praat graag. Ik, ja, dus ik dacht, ja, orthopedagogie, dat mm -hmm. gaan we doen. En dat is dan in Gent geweest. En dan zat ik het eerste jaar heb ik vol een bak gependeld, mm -hmm. dat zou ik niet aanraden. Ja, eerste nee, jaar, zeker niet. Alleen dat is zo'n beetje de, de dingen van ja, het eerste jaar gaan we pendelen en dan mogen we op kot. Dus, je ja, heb dat wel nogal gehoord. Ja, maar dat ik is, dat is, denk dat dat eerder een <laughs> uitspraak is voor mensen zoals mij, die in een deelgemeente van Gent wonen. Ah, ja, voor mij is pendelen wel chill. Dat was dan tien minuten op de trein en ik ah. was er. Maar Ik denk, als je van Leuven moet komen, dat pendelen naar Gent elke dag misschien niet aan te raden is wel dus mijn ouders hebben mij belazerd. Mijn ouders hebben mij belazerd. Ze hebben nu in het zak gezet, dat gezegd. Domme, <laughs> ja dat is gewoon. Ja en ik na elke les doodvermoeid. Maar logisch. Geen zin in sociaal contact. Ik op dat treintje Doodongelukkig trouwens. Ik was daar niet graag. Ik verstaanbaar. En dan het tweede jaar op kot. Ja, maar toen brak corona uit en ik ah. had daar zo niet echt een hele grote vriendenkring. Ik had één goede maat mee, Marijn Melio. Laatste <laughs> keer. Is de laatste keer. Marijn Melio. Eh, dus als mijn goede vriend daar, dus daar heb ik veel aan gehad, maar voor de rest had ik daar niet zoveel mensen. En ik dacht, ik ben een sociale kid, ik heb een vlotte babbel, dus dat komt daar wel helemaal goed. Maar één, echt nieuwe relaties aangaan blijkt toch niet zelden als nou. een vlot babbel te doen. Mm -hmm. En twee, ja, corona zorgt ervoor dat, uh, dat niks meer mocht en kon, dus dan val je nogal snel alleen mm -hmm. in je studentenkamertje. Ja. En wil je weg <laughs> naar mama en naar papa. <laughs> naar moeder en vader. Snap ik wel. Snap ja, ik was daar niet gelukkig Maxi. <laughs> en nu euh, 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 <laughs> echt zijn trauma's al Ja, Ik was er niet gelukkig, maar uh, goed, dat hadden nodig denk ik. Om ja, om een keer echt een keer met uzelf ook tegen te komen. Ja, dat, zegt, dat zeggen mensen dan als iets niet goed gegaan is, hebben dat nodig gehad of om je te troosten dat het geen verloren drie jaar in je leven is geweest. Dus ik had het nodig. Het zit. Het zit. Nee, het, ik doe het erger uitschijnen dan het was. Het was best oké. Okay. En nu nog altijd Gent, een zeer negatieve connotatie, of is dat ja, een Gent, beetje beter? eerlijk waar, is de mooiste stad van België. Oké, okay, dank. Okay, ik weet niet waarom ik dank u wel zeg. Deze stad is niet van mij. Uh, maar, allee, architectuur-wise is dat echt dik in orde. Ik vind cultuur hier ook zeer, nou ja. zeer leuk. Zeer leuk. Ja, moet wel zijn dan. Mm -hmm. Heb ik toen niet Gentse feesten, ervaren. ook niet? Ook niet gedaan. Ik heb de indruk dat dat heel druk is. Dat hangt er een beetje vanaf welke plaats dat je gaat. Ja. Als je van Gent bent, weet je wel waar dat wel rustig ja. is. En ik zie u ook wel nog optreden op een van de eh, Wel, stages. als er mensen kijken van de Gentse feesten. <laughs> volgend jaar heb ik heel veel goesting om bij jullie te komen optreden. Want volgend jaar heb je misschien nog meer muziek. Ah, we doen het. Nee, want, dat is de bedoeling, hè? Ja, wel. Want nu heb je onder u, u, de muziek die je nu in deze tijd aan het uitbrengen hebt, al drie ja. liedjes. Inderdaad, we zijn uh, denk nu drie, vier maanden geleden, heb ik mm -hmm. uh, getekend bij Warner. Profisat. Dank u, Merci, dank u. <laughs> Profisat. En uh, ja, dat was zo'n een beetje een, uh, het inluiden geweest van een nieuwe periode. Mm -hmm. Dus van dit type nummers. Waar de eerste nummers, eerste drie nummers wel wat vrolijk waren, gaan ze nu misschien iets meer de diepte in. Melancholisch. Geïnspireerd op mijn jaren in Gent. <laughs> en, um, maar om maar te zeggen dat er wel een bepaalde standaard is gezet mm -hmm. waarvan ik niet meer wil afwijken. Okay. Zeker niet in de, in de, in de tijdspannen van het album. Mm -hmm. Dus dan gaan wij in totaal um, vijf of zes singles hebben gedropt. Daar zijn we okay. nog niet helemaal over uit. En dan komt het album. Ah, oké. Okay. En uh, weet je hoeveel liedjes? Komen er zes liedjes op het album? Die plus... komen er op, maar er gaan er uiteindelijk dertien um, of veertien opstaan. Oké. Okay. Dus er zal genoeg nieuws zijn voor iedereen die uh, al vele malen naar mijn singles heeft geluisterd hopelijk. Ja, want op Spotify gaan ze goed, hè? Ja, leuk. Ze gaan, ik vind ze zeer, ik, ik vind zeer fijn, goed. En ja. vooral echt opnieuw: het catchy. Catchy. Ja. De, de catchiness is zeer hoog bij jullie liedjes, vind oh, ik wel. Oh, dank u. Zowel de muziek als de tekst, ja. als het refrein is echt leuk, wel. Ja. ja, het is echt eindelijk waarmee ik mezelf helemaal kan mm -hmm. vereenzelvigen. Want ja. ik weet ook nog dan, toen ik heel vaak dan. Mijn oude liedjes moesten, al heel vaak, ik heb niet zo heel veel optredens gehad. maar dan moest ik vaak liedjes doen waar ik niet per se meer achter stond. Mm -hmm. Zo in die periode dat ik van stijl begon te veranderen, ja. had ik, stond ik echt niet te wachten om een paar bars bijvoorbeeld, mm -hmm. waar dat heel veel rappen is en heel veel stekst waar ik ook niet meer achter sta, om die te gaan performen. Mm -hmm. En nu voel ik me op een podium echt helemaal vrij en kan ik helemaal los. Dus uh, ik treed heel graag op nu ook, tegenwoordig, met al die nieuwe muziek. Oké, okay, leuk. Ook veel onuitgebrachte muziek dan op die shows. Mm -hmm. Dus, uh, nee ja, die nieuwe muziek, dat ben ik. En ik ben die nieuwe muziek. Dus dat is fijn. Zeer leuk om te horen wel. Ik zie zijn. het ook, geniet ervan. Dat ik geniet ervan. Ik... Ja, ik geniet ervan. <laughs> en is dat dan ook waarom dat je vroeger, zo vier jaar geleden, in een jeugdhuis, zeer vaak je teksten vergat als je moest optreden? Hoe weet je dat? Ah, ik heb mijn research. Ja, ja letterlijk. Ik... <laughs> Je kunt een verhaal vertellen mm -hmm. en uh, dat is voor de hand liggend. Mm -hmm. Dat verhaal heeft een plot en een ding en een einde en een midden. En dan komt dat er eigenlijk vrij natuurlijk uit. Mm -hmm. Maar als je drie, vier jaar geleden een random tekst hebt geschreven waar je een enkele structuur in zit en waar je niet meer achter staat, dat is het perfecte recept om dingen te vergeten. En daar stond ik dan heel vaak, met die microfoon in mijn hand, een beetje brabbelwoordjes aan het verkondigen. Of heel ongemakkelijk voor mij liggen uitstaren. De allereerste keer dat ik dat voor heb gehad, dan was het echt zo: van ja, gasten, we kunnen opnieuw beginnen. Maar dan is me ook duidelijk gemaakt geweest dat je dat moet gewoon met trots dragen eigenlijk. Embracing it. Ja, embrace. En ze hebben dat 9 van de 10 niet, niet door. Maar dat is mij heel vaak voorgevallen. Okay, maar nu niet meer. Nu iets minder. <laughs> Ja, ik ben nogal chaotisch, dus het kan wel eens voorkomen. Maar nooit echt dat ik mijn draad kwijt ben. Mm -hmm. Dat is ook het fijne aan live optreden met live muzikanten. Mm -hmm. um, die kunnen er zo op je inspelen. Als jij uw verse bijvoorbeeld, uw stukje tekst dan, voor de mm -hmm. leken, te laat inzet, Ze je verloren. Ze je vol voor, voor dat kat. Mm -hmm. Want dan klopt dat allemaal niet meer. En dan zit u weer vrij niet meer waar het moet zitten. Mm -hmm. Snap mij nee. En dan heb je geen probleem met Maxi. Nee. Dan staat het daar, hè? Als kalf zonder kop. En dan... Um, we zijn er niet gelukkig. <laughs> terug Gent. Terug. terug Gent. En dan zit ik terug alleen op mijn studentenkamertje en dan kijken de mensen hoe ik draantjes laat. Nee, maar uh, het is verbeterd. Het is verbeterd. We zijn er. <laughs> We zijn er. <laughs> uh, maar je wilt wel graag, want dat heb ik ook gelezen, je wilt zeer graag op termijn. Uh, zo, is het woord cabaretier de juiste ja, beschrijving? superjuist. Dus dat is iets wat je graag wilt naartoe werken of iets wat ja dat je... ik weet ik heb zelf niet heel veel artiesten die ik uh, gevolgd heb of aan het volgen ben die zoiets doen mm -hmm. of ik ga eigenlijk zelf veel te weinig naar live shows gaan zien ik zou dat veel vaker moeten doen mm -hmm. naar van die cabaretiers dan om te beseffen wat het juist inhoudt mm -hmm. maar ik weet vooral dat ik op een podium uh, vrij hard in het moment kan zijn of zo mm -hmm. en dat ik heel weinig nadenk en dat ik tussen de nummers door ook heel spontaan, op een spontane manier in gesprek kan gaan met mijn publiek. Mm -hmm. En dat vind ik 9 van de 10 fijner dan het zingen van mijn liedje. Als ik een beetje kan babbelen met die mensen en er een verhaaltje kan tussen smijten, zonder muzikaal begeleid te worden bijvoorbeeld. Mm -hmm. Zo tussen die nummers door, zo, echt in interactie gaan en in dat publiek gaan en er mensen zo wat uitpikken. Oké, oké, oké. Dat vind echt ik grappig. Volledige improvisatie. Ja, dan, bijvoorbeeld, is. ik heb nu een liedje gereleased, Josefientje ja. heet dat. Mm -hmm. En ik heb. Uh, ja, normaal kwamen ze kijken naar mijn laatste show, mm -hmm. Josephine. Maar ze is daar niet gekomen. Uh, maar ik had wel een cadeau gekocht voor haar, een paard. Ik had een paard gekocht. Dat ze vroeger fan was van paarden. Maakt nu niet uit. Maar ze was daar niet. Dus bijvoorbeeld, dan, voordat ik Josephientje zong, heb ik een nieuw Josephine gezocht in, in de publiek. zaal. <laughs> en mijn liedje aan haar. Opgedragen. opgedragen. Ja. en en paard dan aangegeven. En dan was hij ook weer content. <lacht> <lacht> Om wat te zeggen, ik hou van die uh, spontaniteit en van dat theatrale en van mm -hmm. dat expressieve, ook tussen die nummers door. Um, dus cabaret. Ik weet niet precies wat de definitie is. Ik ook niet. Maar meer. ik denk dat ik met thuis voel. Mm -hmm. Dus uh, ik heb nog veel tijd en ik zie mij als 40-jarige gast. Wel een niet de door de weekse show. Elke show iets anders. Ja, letterlijk. Mm -hmm. Letterlijk. Tot ergernis, ergernis van mijn muzikanten die ook zeggen van gast, je leidt mij af met wat jij soms aan het brabbelen bent. Ook tussen die nummers door. Een bridge of zo, dat ik dan opeens een andere tekst begin uit te kramen. En zeg maar. En dan zijn die in de war. En dan ze ook meer wat ze moeten doen. En dan zijn die boos. Alleen niet boos, maar dan zo jokken. Fijn, maar je leidt ook ons af. Mm -hmm. En dan uh, is dat dat. Maar dat is toch toekomstmuziek, een beetje. Dat is nog toekomstmuziek. Mm het -hmm. is dus echt gewoon lekker op eigen tempotje En we zien wel hoe het evolueert. Ja. Want ook met Jozef Vintjes, inderdaad, je recentste liedje dat je hebt uitgebracht, dat gaat over een jeugdliefde. Ja. ja. Maar een jeugdjeugdliefde dan. Een jeugd jeugd-jeugdliefde mm -hmm. Die eigenlijk ja, mee oud is geworden met mij, mm -hmm. maar die ik sinds lagere school eigenlijk nooit meer heb gezien. Mm -hmm. Omdat mensen, die groeien uit elkaar... En uh, in de basisschool wordt je gewoon met allemaal totaal verschillende individuen in één klasje gepropt. En je krijgt daar een leerstof in je kop gedouwd. Maar uiteindelijk beseft je dat iedereen anders is. En mm -hmm. dat mijn beste vriendje van toen niet lang zal meegaan. Dus, uh, en Joséphientje was daar één van, ja, dat leek toen uh, de liefde van mijn leven. En, uh, er is ook niks op puur, vind ik dat lagere schoolliefde. Ga ja. je nee, je lagere school nog herinneren? Ik kan mij zeker. Maar de ik kan eerste me... keer dat ja. je verliefd werd, zo ja, schoon. Ja, 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 ja. Zo echt en zo puur. Ik heb dat eigenlijk nooit meer ervaren sinds toen. Of zo. Oh, ik ook wel niet. Jij ook niet? Nee, 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 nee. nee, nee. Ik heb, na mijn lagere school heb ik één relatie gehad. Dat was van mijn 17 tot mijn. Ik ook? 18, 19. Ik heb van, ja, ja, en dan sindsdien niets meer. je dat. Stilte. Niets, nu ook niet. Niets, Zo, af en toe keer wel gedeat, ja, ja. maar nooit echt... Gast, ik voel u. Ja, dat was ik heb dus dat niet. ook. Ik weet nee. niet wat ik fout heb. Ja, maar ik ook niet. Nee. Ik ook niet. Altijd, ik doe één, twee dates ja. en dan gebeurt er iets en dan plots verdwijnen die. Ja, oei oei. Het ja. stinkt. Ja. Hij stinkt, dames en heren. Je hebt het hier voor de eerste keer gehoord. Ik ben een hele reuk hier aan het doen. Totaal niet, totaal niet. Maar euh, nee, ik heb dat dus ook voor... Ja, dat is raar hè. Maar um, ik heb ook het gevoel dat wij misschien beide ook wel erg begaan zijn met hetgene wat we doen. Ja, ja. En ja. een carrière wil ik het langs mijn kant nog niet noemen, maar ik ben waanzinnig gedreven. je, bent, je hebt toch al, zoek even wel dat je het al kunt zeggen, toch? je ah, al je ja? een carrière hebt. Oh, zeker wel, zeker wel. En gedreven ook. Maar ze zeggen ook vaak dat mannen om de zeven seconden aan seks denken, maar ik denk om de zeven seconden aan muziek of aan van, uh, ik moet het maken. Met het maken van ja, muziek. Dat ja, snap is snap, dus wat er heel tijd in mijn kop rondgaat. Dus is er energie over? voor... Ik snap het. Ik voel je 100 Er met. zal altijd wel energie over zijn en tijd moeten maken en clichés die je al vaak hebt gehoord. Mm -hmm. waarschijnlijk. Ja, ik heb ze allemaal al gehoord. Allemaal. Maar uh, als die moment er is, zullen we het wel vinden. Zullen we het wel weten, zeker. We komen het tegen. Hè. We komen het tegen. Alleen, maar dus ik ben niet alleen. Nee, 100 niet. En ik ben ook nog een keer vier jaar ouder dan jij. Jij bent nu, nog een beetje ouder. Ja, ik ben 28 al. Hè. <laughs> dat is de top van uw fysieke kunnen. Hè. Van mij wat? Van uw fysieke. Van mijn kun ah, ja, van maar ja. fys fysieke kunnen. Fysieke kunnen. Ik moet daar ook mee. Doen. Allee, ik ben zo'n wieler van. Hè. Zijn jij wieler van? En als die mannen dan over de 27, 28 zijn, dan gaat dat vaak wat bergaf. <laughs> dus Maximilian Verhuis er niet veel goed voorspeld, mijn vriend. <laughs> Vanaf hier gaat het alleen maar naar beneden. Het is mijn tijd voor mijn zielige periode. Eigenlijk. Ja, ja, ja. Nee, um, mentaal staan we nog wel even sterk. Ja, ja, ja. Maar ik snap het ook wel wat je zegt. Van dat het enige wat in je hoofd is omgaan, dat je het moet maken met wat je aan. Ja, en het, het leven um, is nog lang. Hè? Dus ik kan op mijn veertig ook bij... Mariette gaat zitten op mijn zetel. Hè. Ik heb tijd. Hè. Ik moet nu zorgen dat ik muziek maak. En dat je later kunt genieten omdat je nu goed je carrière en goede dingen hebt uitgevoerd. Daarom. Dan Daar volg ik 100%. Ah, Daar volg ik je 100% in, zeker wel. Dus alle dames die kijken, het zal niet voor vandaag zijn. <laughs> Mo morgen misschien. Morgen misschien. Morgen misschien. hebt jij Jozef dan ook zoveel jaren later teruggevonden of niet? Um, die sluit zich een beetje af. Die is heel erg begaan met haar studie. En blijkbaar zit hij uh, 24 op 7 met haar neusje tussen de boeken. Met haar neus tussen de boeken? Ja, dus, dus ja, die heeft geen tijd meer voor haar sociale contacten, denk ik. Oké, okay, maar het is niet als dat een, een volledig verwaterd contact is. Je weet nog ongeveer hoe dat ze eruit ziet. Ja, ik weet zo dat ze eruit ziet, maar het is pittig verwaterd. <lacht> <lacht> het is pittig verwaterd. Dat liedje, ik, ik, ik heb mij gewoon uh, terug proberen inbeelden. Ik, in de basisschool. Mm -hmm. Dus al, al mijn tekst is gebaseerd op wat ik ooit gevoeld heb. En niet meer wat ik nu voel. Dus Josefintje. Ja, ze laat mij koud op dit moment. <lacht> <lacht> ja, ijskoud. is jij Heb je die eigenlijk uh, gebeld of gestuurd hoe dat liedje uitkomt? Nee, te zeggen van, nee kijk, niets, 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 niets. Ze heeft, ze heeft ze social media, ik weet het niet. Kan studeren zeker. <laughs> ja. Josefintje. Maar doet ze wel heel goed hè. Ik respecteer het hè. We volgen elk ons ding. Maar tussen ons gaat het niet meer dat zijn. <laughs> het gaat niet meer werken, denk ik. Het gaat niet meer leuk. Nee, het gaat echt niet meer werken. Maar heeft ze daar iets gestuurd naar jou op het moment Niets, het niets, oh, oh, niets, niets. niets gewoon. Nee. Oh, volgens mij vind ze het bijster ongemakkelijk. <laughs> Ik zou mij gevleid voelen als hij een liedje brengen dat Maximilian heet. Dat zou oh. ik ongelooflijk vinden. Ik zou dat appreciëren. Ah, Maximiliaan. Zou, ik zou daar zelf een tattoo aan laten zetten. Zo zo ah, zou ja? ik dat. Ah ja? Oh, vind ik zo. Een tattoo met mijn eigen naam. Daar kan ze iets van leren. Bekt <laughs> ja. wel moeilijk, Maximilian. Ja, maar wat dat voor u blijkbaar ook moeilijk bekt, is de letter R. R. Ah ja. ja, dat je dan een keer gehoord ook? Ja, ik heb dat ook. Ja, ik heb, die, ik heb die niet zo graag. Nee, hè? maar ik heb de rollende R. Dus... Was mis met ik dat vind vond, dat eigenlijk wel leuk, de rollende R hebben. Maar ik weet nog dat ik die vroeger vermeed in mijn teksten, omdat ik toen niet helemaal één was met mijn rollende R. Okay. Dus die informatie dateert van een paar jaar terug. <laughs> Wat ik nu haat, is de letter F. De letter F? Ja, want ik ben. Um, ja, zie je mijn litteken hier? Ja. Ja, uh, is zo duidelijk. <laughs> nee, ik ben um, uh, in mijn depressieve periode in Gent. Uh, mm -hmm. ben ik een keer en een keer tijdens de coronapandemie. Uh, ...gaan Genever wandelen. Ah. Eh? Ik was niet per se heel erg dronken. Maar wel een maar beetje Maar wel oké. Okay. Mm -hmm. En ik uh, was een beetje enerveerd... ...om een of andere reden. Dus ik wou mij uit de voeten maken. Uh, daarbij kwam nog eens dat de nachtklok was ingegaan. Een ongelooflijk concept. Maar het bestond, de nachtklok. <laughs> Zot, dus ik moest thuis zijn. En uh, ik kreeg een berichtje van een van mijn huisgenoten... ...van waar, waar blijf je? De, de nachtklok is hier. Jij moet thuis zijn... Of je wordt neergekogeld door de politie. En ik antwoord daarop, zittend op mijn fiets. Alle lichten waren uit, dat gebeurde daar in die bepaalde wijk. Ja, ja, ja. Kes. En ik bekijk van... Uh, o ja, ik moet thuis zijn, ik kan wel kloppen. En ik klets met mijn gezicht tegen een stilstaande auto. Wat? Ja, echt waar. Echt waar. ben je aan het lopen ons? Nee, met de fiets. met de fiets. Als ik, dat vergeten, ik was met een fiets aan het rijden. Want ik moest thuis zijn en ik keek die sms en ik bots met mijn gezicht tegen die wagen. Oh mooi. Ja, en echt een, een, een gapende wonde. Waarvan ik Zot. dacht. Oei, oei, oei. Ja, was echt niet goed. Hoe lijkt het uit? Ja, niet. <laughs> <laughs> niet. Ja, wel, uiteindelijk wel. Oh, mannenke. Wat? En daar lag ik dan en dan ben ik um, redelijk instinctief naar het station in de buurt gewandeld, heb ik daar een maat gebeld die me dan naar het ziekenhuis heeft gebracht. En daar is dat effectief genaaid moeten worden. Zot. En mijn lip was ook gescheurd. En die hebben ze ook genaaid. En die zit nu zo een beetje... Ja, die zit een beetje beboebeld zo, nog altijd. Ah, ja, ja. Klein beetje, ja, klein beetje. Dus, mijn lip is nog altijd niet zo schoon als hem vroeger was. <laughs> en sindsdien... Ja, baart de letter F. F. Je bent niet meer leuk om te... Nee, ik vermijd hem. Josefientje. <laughs> oei, oei. It's all coming together now. Die trekt daarom mag ze niet mag omdat haar naam er niet meer ligt. Josephine. Nee, maar dus dat is het verhaal van mijn. Uh, van het Gehavend gezicht. Gehavend gezicht. En de haat voor de letter F. <laughs> ja, maar. O oh ja, fuck man, dat was wel heftig. Ze. Maar oh. heb nog van die verhaal. Nee, je hebt bijvoorbeeld ook iets met een lachend kaksken. Ja, heb lachend ik ook kakske. zien passeren online. Ja, op TikTok had ik dat uh, verhaal uit de doeken gedaan. Ja. ja, dat was in uh, 2009, nee, 2019. Inderdaad, jawel. En we waren uh, naar na de zee, met onze maten. Uh -huh. Met de maten van Redingenhof. Dat was een school waar dat ik na mijn eerste school naartoe ben gegaan. Een school die het niet altijd moet hebben van het hebben van respect. Okay. Ik was de weg even kwijt. <laughs> Snap je? Daar wil ik naartoe. Een kwaajongen. Ik was een Oké. Okay? En ik was naar de zee met mijn maten. En we waren daar een pintje aan het drinken op het strand. Lekker gezellig, ondergaande zon. Niks aan de hand totdat uh, ja, die verdwaalpaal ons in het oog sprong en dat was een verdwaalpaal die daar nog maar een week stond want een Bart Tommelijn had die nog maar juist zo geïntroduceerd uh, ja, ja, als zijn nieuwe prachtpaardje of hoe ze dat en wij dachten van ja die moet worden neergehaald. <lacht> <lacht> ja, ik weet ook niet van waar mijn respect was zoek man, ik zweer het u. En uh, we hebben die neergehaald. We waren daar aan het sleuren. Aan dat paaltje. En krak zei dat ding. En heel toevallig had ons appartementje zo een luik. Dat een moog kon, horizontaal. Dus een deur, dat moet je niet voorstellen. Maar het was dus een luik. Dat een moog kon. Okay. Dus dat kakske, dat verdomd groot was, beeld u. Oh ja, We wilden een spanwijten in. Een spanwijten, een mooie spanwijten. Hoe was dat? Ja, en echt zwaar. Dat moet ongeveer zo'n 70-80 kilo hebben gewogen. Dat wij toen met zeven maten naar ons appartementje hebben gebracht. En daar hebben wij dat kaksken uh, in ons appartementje uh, neergelegd via dan dat horizontale raam. En daar lag dat dus effectief voor een hele nacht. En dan uh, werden wij wakker, licht bekaterd. Um, en iemand schudde mij wakker en zei van gast, we staan hier op, op het nieuws in HLM. <laughs> dus wij van oei, oei, oei. Ik weet niet hoe dat komt, maar we hadden dat zo erg niet ingeschat of zo. We dachten, ja, we verdwalen pas de hele, hallo. Alle dagen toch? Alle dagen? Niet dus. En um, ja, we stonden opeens de voorpagina en in het journaal van één. En ons goede wachters was daar haar verhaal met de glimlach aan het verkondigen terwijl Lakakske naast ons in de zetel lag. wat ja. ja? En dan was er één team dat zei van, kom, we gaan ons aangeven, want dit gaat ons echt in de problemen brengen. Mm -hmm. Waar ik bij behoorde, ik was bijgedraaid. Ik had mijn respect gevonden. Ergens in een hoekje. En de anderen waren van: nee, we gaan die in de tuin van Bartommelijn zetten. Dat was letterlijk het plan om die in de tuin van de Bartommelijn te gaan zetten. Dat hebben we niet gedaan, want voordat we ook nog maar één van die twee hadden kunnen doen, stond de politie aan onze deur die ons eigenlijk hadden kunnen volgen, heel ons traject lang. Nee, Omdat de dat vol camera daar in ons Dus die stonden dan een dag daarna aan ons deurken en dan. Um, zij hebben wel een terug thuis gaan brengen. Heb je daar nog iets van gevolg van gehad? Of was dat nog. Dat was chill. Dat was chill. Um, normaal gezien. Allez, ze waren al aan het uh, aan aan uh, treiteren, of hoe zeggen ze dat? Aan dreigen. Ze waren aan het dreigen met een boete van wel 3000 euro. Stond er in de krant, ja. En de jongens lopen een uh, gevangen gevangenisstrafknop zelf, stond daarin. Gevangenisstrafknop? Ja, maar uh, letterlijk. <laughs> dus ik wist van, alleen ik dacht van, gast, wat voor wereld leven wij je nu? Maar alleszins, gewoon well, als is als dat is gezever. Maar oh, dat heeft er wel toe geleid dat ik dus wou dat we hem terug gingen brengen. Maar uiteindelijk hebben we daar niks van gehad. Okay. Zelfs geen boete. We hebben een dag erna het strand opgekuist. <lacht> ja. <lacht> Met zo van die uh, t-shirtjes aan, strandhelden stond erop. Hashtag strandhelden. Ja, ja, hashtag strandhelden. ja en dan hebben we uh, heel dat strand erop gelegen kuisen. En uh, dankbaar dat het dat maar was dan. Ja, een chance, zeer veel chance. Maar we zijn ook echt naar het politiekantoor en zo gemoeten van, allee, we hebben wel een verklaring moeten afleggen en er was een PV-ken opgesteld. Voor, vanda voor vandalisme en, en diefstal en noem het op. Ergens in een politiekantoor wordt ja. de naam zoeken in Stille toon, luister Ja, Jonas. 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 Wat, dat heb ik toch. Eén vraag. Hoe hebben In een appartement... Dat was dan toch op gelijkvloers? En dat was op gelijkvloers. Oh, Oké, okay, dit verklaart al veel. Ja, 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 ja. Dat was op gelijkvloers. En echt, dat was een, 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 een luik, een soort raam. Heel bizar, want ja, als je uh, een huis heeft zoals een normaal... Mm -hmm. Een deur zoals een normaal huis... Dat gaat dat niet. Stop het verhaal daar. Hè. Dan ja, ligt hij voor je ja. stoep en dan zijn er nog veel vlugger bij. Maar, <laughs> maar dat komt dus open horizontaal en dat komt daar perfect door. En dat heeft daar een nacht ja, en dag een gelegen. En dan terug naar plaats van oorsprong. Inderdaad. Hoeveel, dat is geleden van. Hoeveel, welk jaar? 2019. 2019, want ik heb ook ergens online gevonden dat jij vroeger, maar dat is nog meer vroeg, toen al 16 werd uh, Waar jij toen ook al uh, vrienden, of kwam toen al overeen met uh, Jelle? Ja, ja, ja. Jelle, die nu ook wel ja, ja, een ja. vrij aanwezige. rapper is. Ja, ja, ja ik, ik ben daarmee opgegroeid. Zot wel. Ja, ik, uh, ik had een vriendenklik met uh, Jelle. Mm -hmm. met, zijn, uh, met Wannes, mm -hmm. Wacko Beats, die maakt ook beats. Die is ook gigantisch getalenteerd in het gitareren. Mm -hmm. uh, en dan de broer van Wacko, Robbe de Neve, nog altijd met een beste maat nu. En um, dus ja, dat waren wij vier dan zo aan. Dan zijn er uiteindelijk nog wat mensen bijgekomen, pataté, patata. Maar mm -hmm. de basis bestond uit een topgitarist, een toprapper en een topslager. Die, 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 hij is slager, Rovan is slager. <laughs> en die maakt video's en zo op Robbery's Flavor uh, Heist. Oké, okay, wat maakt die dan? Die maakt uh, barbecue-video's. Mensen leren barbecue? Niet per se, die maakt uh, kookvideo's eigenlijk. Okay. Hoe dat hem dan het vlees van rond de beste slager van Leuven. Dan barbecued, hè. En allerlei lekkere recepten en zo. Handig wel, kan ik wel gebruiken. Maar dus, dat was inderdaad... Yellow was dan daar als basismember van de SCA Skate Crew. SCA Skate Crew? Zo noemden we ons. Back totaal niet, hele slechte naam. Maar we waren skaters en we waren zot van skaten. En we waren elke avond op de straat aan skaten. En dan pakten ze een hiphop... En dan pakte een box mee, hip-hop beatje en dan begin ik te rappen. En zo is dan mijn vriendschappelijke band met de Jelle ook geëvolueerd naar ook een, een, een. Een professionele band. Ja, een muzikale band. En allebei dan in de muziek terechtgekomen. En zo. Zeer cool, wel nu al die ja. jaren later dat je ook wel nog alle twee. wel een, ja. al een naam voor jezelf aan het maken zijn, al een naam hebt. Hè. We hebben nooit, dat is jammer, en we zijn nu zodanig uit elkaar gegroeid, muzikaal-wise dan. Mm -hmm. Dat het er misschien ook niet meer van zal komen, maar we hebben nooit een, een collab gedaan. Jawel, ik ging dat ook nog vragen. Is er nee. een, een bepaalde naam of zanger waar je ook nog een keer zou mee willen samenwerken? Ja, in, uh, ik kreeg heel vaak de opmerkingen van uh, Bart, Peters, Bart Peters. Ja, vond ik ook wel. Toen als ik uw dingen voor de eerste keer zag, ja. uh, ik ga niet zeggen Bart Peters, nee. maar ik kreeg wel dezelfde vibes. Dan ja. zo het, het soviale zat er wel zat er wel in. Ja, ik hoor het heel graag. Ik ben niet per se heel fan van Bart Peters, maar mm -hmm. die gast kan zingen, schrijven, um, optreden, acteren, mm -hmm. Hij doet al. presenteren. Mm -hmm. Dus als ik ook nog maar een tiende van zijn succes kan ervaren ooit, dan uh, ben ik zeer trots op mezelf. Mm -hmm. Dus vergelijken worden met Bart Peters is een ongelofelijke... Achievement? Compliment? Compliment. <laughs> <laughs> Compliment. Uh, dus ja, Barry Peters... Ik ga stoppen. Als je kijkt, Bartje, uh, ja, ik sta klaar voor een, uh, een collab. -tation. Voor een collab. Ja. Maar je ziet u zelf bijvoorbeeld niet collabben met een hiphopartiest dan of zo. Mm. Dan gaan we misschien een beetje te veel vloeken met de muziek dat je nu maakt. Ja, ik, uh, uit nature heb ik niet echt de, de noodzaak om samen te werken met mensen. Mm -hmm. Ik vertel gewoon in mijn nummers, wil ik graag een, een verhaaltje brengen. En dat kan over alles gaan. En dat verhaal komt dan meestal... Uit mijn hoofd mm -hmm. of zo. En ik zou het dan eerder raar vinden om daar iemand te gaan bij betrekken. Maar commercieel gezien is dat natuurlijk een, ja, een handige stap mm -hmm. om te maken, want je verbindt gewoon twee fanbases met elkaar. Dus op die manier, en ook gewoon als een artiest u helemaal ligt, dan kan het alleen maar positief zijn, denk mm -hmm. ik. Maar tot op de dag vandaag heb ik nog maar één collaboration gedaan mm -hmm. en dat was met mijn oud leerkracht geschiedenis oké okay. ja ik zat dus in Tredingen of en daar was Adriaan, die ook rapt nog steeds en dat was dat was de dat was de, de meester geschiedenis alleen meneer geschiedenis of meneer Dirks. Wat zot. En ja en um, ja die rapte dan ook en hij was ook zo lid van een collectief Sound Rascals zo'n leuvense hip-hop collectiefje en die kwam er dan uiteindelijk na mijn schoolperiode achter dat ik ook muziek maakte mm -hmm. en dat mij is gestuurd en dan hebben wij samen het nummertje bizar gemaakt. Al van 2019 of zo. Oké, oké, oké. Dus er is al een collab. Er is toch al een collab met een Adriaan, met mijn oud-leerkracht. Dus als het met iemand moest zijn, dan. Uh, moest het met hem zijn. Dan is dat misschien wel leuk. Okay. En die heeft ook een collab gemaakt met zijn oud-leerkracht. Dus dat is een crazy. Dit is toch. Ja, maar Wim, maar to be, een legendarische Leuvense rapper. Dus, het, uh, dus ja, mocht wel eens, toch? Het was meant to be. Is mooi voor het verhaal. Het was meant to be. Ja, daarom. En heb je, dan, heb je een, een bepaalde zanger of, of bepaalde artiest waar dat je, je laat door inspireren of waar dat je wel naar opkijkt? Um, ik heb er zo wel een paar om dan toch een keer in de andere talen te gaan snuffelen. Bob Dylan. Bob de... de naam zegt me iets, maar ik kan denk ik niet aan ja, een liedje denken. Als gewoon, ja, zijn bekendste denk ik... Blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. Nee? nee ik denk of niet. Like a Rolling Stone. Of Knock, Knock, knocking on Heaven's Door. Ah, dat kan ik. Was je coverd geweest dan uiteindelijk door die mannen van Sweet Child O' Mine. Wie zijn dat nu weer? Guns nee. N' Roses, kan dat? Of ben ik helemaal fout? Michael Jackson. Nee, ik denk Guns N' Roses. Nee, ik heb nee. geen idee. Allee, gast, Dank dan nu niet Ja, althans, Bob Dylan. Mm -hmm. Gewoon eigenlijk een simpel kerelke gewoon met zijn gitaar en zijn mondharmonica. En die kan dan een heel publiek stil krijgen met de verhalen die hij vertelt. Mm -hmm. Dus hoe die gast gewoon op zichzelf staat. Um, karaktervol genoeg om ja, te entertainen op zichzelf. Mm -hmm. Zonder toeters en bellen en dingen en dangen. Dat vind ik gewoon heel cool. De artiest. Ja, en, het publiek. en die, die, die vertelt ook zo wat van een beetje verhalen dan. Zijn gitarreken en... Ja... Dat is ook altijd een pak romantischer. Zo. Artiesten uit de jaren 60 en 70. Ja, ik snap van. dat wel. Ik, zo, als ik, ik denk daar zeer vaak aan terug. Als ik kijk naar de tijd van mijn ouders, leek dat allemaal ja. meer persoonlijker, die, ja. die, die optredens en die muziek. Gelijk nu vind ik het allemaal zo... Uh... Maar dat, ja, vaak word je ook bedrogen door zo, uh, de nostalgie of zo. Dat he? kan wel. Maar ik vind ook wel dat er veel meer ziel zat in een optreden mm -hmm. van Baktweg, 40 jaar terug. Je kon niet vals spelen. Ja. Dat je nu hebt je kon niet vals spelen en mensen waren allemaal in het moment, zowel de artiest dan als mensen in het publiek. Niet dat dat nu niet meer een ding is. En niet per se dat mensen die filmen opeens niet meer in het moment zijn ofzo. I guess. Maar het voelt allemaal minder echt aan. Dus ja, ik snap waar uh, uh, naartoe wilt. Ik stoor mij daar wel aan aan dat film. Want ja, dus ik, ik ben wel. daarmee gestopt met dat film omdat ik bekijk dan niet opnieuw. En als ik het wil bekijken, ga ik gewoon op YouTube en daar staat mm, er genoeg. Dus ik ben daar eigenlijk mee gestopt met filmen op optredens, omdat ik eigenlijk echt in het moment was. Ja, je hebt groot zijn. gelijk. Maar jij stuurt u daar ook dan een beetje aan als, als er te veel wordt gefilmd? Um, ja, en dat is dan hypocriet, maar als ze dan bij een optreden van mij filmen, ja, ben ik wel tevreden. Want mm het -hmm. moet zijn dat je het plezant vindt. En het moet misschien zijn dat je het doorstuurt naar je vriend mm -hmm. of op je story zet. Wat ertoe leidt dat ik onder de aandacht word gebracht. En alles wat een artiest wil, is onder de aandacht worden gebracht. Dus blijf vooral filmen. Maar eh, ja, het pakt wel iets weg van samen in dat ene moment zijn of zo. Mm. Want als je iets filmt, dan bewaard je dat moment voor voor wanneer? Wanneer kijkt jij die filmpjes terug? Nooit, daarmee toch Daarmee. Je Ik doe het niet meer. Ah, maar dat is mooi, hè? Allee, mm. mensen willen graag uh, hou vast hebben aan dat leuke moment dan. Dus ze denken, ja, dat filmen en dan. Bekijk ik dat binnen een twee maanden terug, maar dat doet dat niks meer. Zelden, dat is niet zelden. Nee. Maar um, ik had dat als jonge gast ook zo. Niet bepaald in de muziek dan, niet bepaald op een concert dan, maar zoals 16, 17-jarige gast, als er iets plezant gebeurde in mijn vriendengroep, ik pakte ook mijn iPhone. En, en op jezelf. Snapchat en ik begon dat te filmen. En ik ben nu heel blij. Dan toch. Want wel. ik heb superveel herinneringen op Snapchat. Mm -hmm. Ik vind dat een hele waardevolle app. Ik zit daar nooit meer op. Ik haat die app, voor het overige. Maar er staan heel veel toffe herinneringen op en zo. Ja. Dus ik ben blij dat ik dat in die tijd gedaan heb, maar nu heb ik gelukkig niet meer, of ongelukkig, niet meer de neiging om alles zomaar te filmen. Mm -hmm. Dat is ook. Stapt dat wel. En dat is ook, dat is ook ja, als je dan zo'n een, een toffe spontane situatie hebt, bijvoorbeeld. En, en het is plezant met je maten, en je pakt dan je iPhone om dat dan te willen vastleggen. dan ja die ook zoiets van, ah, oké. Okay, ja. Ja, zo, Opeens is dit een momentje of ja, zo. Ik, ik, de vibe is verandert onmiddellijk. De vibe verandert. En gelijk. vanaf dat iemand toon heeft dat hij gefilmd wordt, is het ook zo. Begint hij een beetje anders oh, te gedragen. Oh, dat hij weet dat... oh, oh, oh. En dan ziet op het filmpje ook dat hij zijn ooghoeken zo naar de camera aan te kijken is. Ja, daarom. <laughs> ik snap het. Ik ben er altijd verdrietig van, wat mijn uh, paspoort weet van mijn Snapchat. Oh. Al die herinneringen zijn weg. Oh, kwijt, kwijt. Gaan ik kan, ik kan niet meer op mijn account. Oh. Ja, dus hier veel pijn wel. Maar ja, ik heb daar ook uh, lang schrik voor gehad als ze een app gingen opdoeken of zo. Maar ik zie nu ook op het internaat waar ik werk, ook met jonge gastjes, allemaal Snapchat. Ja, maar dat blijft dat is crazy. Dat is zot. Dat werkt, I guess. Ze als creator, maar echt een grote, grote creator er nu op Snapchat geld. Meet? Met stories? Maar ja, ik zat zo nog een keer onlangs zo bij die stories te kijken. Dan waren er dan maar drie. Want mijn generatie doet dat niet meer, stories op Snapchat. Maar ik kreeg ook zo om de story in reclame. maken. Mm -hmm waar dat bij Instagram om de drie stories is, is dat bij Snapchat echt elk moment. Dus Continu. Zijn daar soms bij stil hoeveel reclame je in je gezicht krijgt je doet? Dat is hè. Dat is echt vooral crazy. op Instagram. Want inderdaad, crazy. als je echt begint te kijken hoeveel dat je krijgt, is inderdaad om de twee stories, om ja. de drie stories, heb de prijs hè. Ik vind het echt droevig. Nou, ik snap alleen maar het, wel. het houdt de wereld wel draaiende of zo, ja. ja dat is ook Allee, de wereld je... die we kennen. Mm -hmm. Maar onze generatie kijkt niet meer echt naar tv. tv nee. hè? Wij kijken niet meer naar. Als jij naar. naar... Pff, ik wil nu een tv-programma. Extreme Home Makeover of zo. Ja. Komt plots in mijn hoofd op. Ik zag dat toevallig al lang. Ah, wel. Dat. Je hebt dan tussen uw aflevering de drie momentjes dat de reclame is. Mm -hmm. Dat is nu niet meer. Wij kijken niet meer naar tv. Dus het enige waar we nu nog naar kijken is onze GSM, waardoor dat daarop. Logischer is om daar nu de reclame in te Ja, te het was op tv ook van dat. Hè? Mm -hmm. Ik bedoel, als je naar de VTM kijkt of keek ah, Meer en langer. Meer en langer eigenlijk wel, mm -hmm. hè. Ja, reclame is nu uh, korter en verspreider of zo dan, hè. Ja, maar wilde die niet zo'n keer hè, zo een liedje maken, zo'n reclame-liedje? Dat is misschien ook, dat kan ook veel Ja, aan, ik zou dat wel een keer durven. <laughs> ik vind, alleen om zo over bijvoorbeeld, ik weet niet of jij daar al veel van... Alleen zo, 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 campagnes en zo doen. weet ah, je wat jij dan doet. Daar ken, ken ik wel veel van. Ja. Jij dat doet af en toe ook. Maar je hebt gelijk, hè? Dat, is doe uw, wel. dat is uw brood toch? <laughs> dat, is mijn, dat is mijn brood. Dat is uw brood, hè? Ja, 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 ja. Maar ik denk ook wel, naarmate dat je als artiest groter en groter wordt, mm -hmm. dat je ook wel campagnes gaat beginnen oh, krijgen. Oh. Maar dan moet je wel zo wat opletten. Welke ja. Dat je pakt. dat gepakt. Je... Ja, dat is dat. dat je, met wat dat je gezicht ga ja, gaat ja. gaan linken. Zo'n zo, bijvoorbeeld in dingen of zo. Um, Zo'n een, een eco. Alleen zo. Niet een eco werf maar. Zo, natuurpunt of zo. Natuurlijk. Gezellig. Voor een theemerk? Ja, maar letterlijk, ik zou graag als het album uitkomt mijn eigen thee op de markt willen brengen. Oh, wel ik koop hem oprecht als ja, hij lekker is als degene dat hij nu heeft meegebracht. Ik koop hem onmiddellijk. Ik wil ook hempjes. wil ik ook. Zijn er hempjes van? Ja, man. Ja? Dat kan niet anders. Dat ik kan vind niet anders. Afhankelijk. Los ben ik aangenaam moeten dragen. Maar als het in je broek zit. Oh, nee, laat ah, maar zo. Nee, losse goed beter. Dan doe ik ook die mouwkost los en dan ben ik vrij. Hij zei hemtjes van ja. Ja, echt waar. T-shirts, ik doe het niet meer. Nee? Nee, man. In de winter toch? Ja, jawel, jawel, ik doe het wel nog. Maar um, ik vind dat zo lekker los. En lange mouwen en zo. Ik snap het wel. Ik heb niet zo graag korte mouwen. Ik wil graag stoffen, zakdoeken uitbrengen. Echt? Goed. Zeer weinig mensen doen het dan nog. Ja, niemand. Mensen eigenlijk. zijn altijd zo. Ze kijken altijd zo eh, naar mij als ik mijn stoffenzakdoek uithaal. En daar kun je niet lachen mee doen, hè? Ja, maar sowieso. Je kunt daar zelen, je daar leuke teksten schrijven, ja. mooie tekening. Maar ja, ja, mensen ja. gebruiken geen stoffenzakdoek meer. Hè. Waarom niet? Ik weet dat niet. Ze zien dat als ja, je verzameld basically wel snot in je broekzak. Daar he. komt het wel op neer. Hè. <laughs> mijn pa doet dat nog. Ik ook? Zit in mijn broekzak? je dat. Ja, hier. Kijk. Hier is mijn wow. Kijk. Wat zit er in de broekzak van magazine? Ik heb u daar net wat mijn mond mee afgeveegd. Dus er hangt een beetje spaghetti zo aan. Zo moet het, hè? Dat is, Want, waar is wel een, een beetje vuil, zou ik kan ik wel toegeven. Ik oh. snap het wel waarom dat mensen het niet doen. Ja. Hij ziet er een beetje vuil uit, ik snap het wel. Ik heb over het algemeen niet zoveel snot, man. Ik wel. Toch wel? Ja, ik ben allergisch aan zeer veel dingen. Oei. Ja, en de, echt zo'n domme dingen. Stof. Stof. Stof, de grootste bitch-allergie op deze planeet. Mm -hmm. Allergisch zijn aan stof. Ik heb gelukkig niet veel allergieën, man. Niets. Niets. Chance. Ooit een keer, um, hoe oh, heet dat zo? Alzipan of zoiets? Zie, wat? Nee, voor een verbranding. Dat ben ik keer verbrand en ik smeer dat op mijn huid, op mijn verbrand plekje. Voor heel mijn lijf begint te bevlekken. Dus Algipan, ik doe het niet, hè? Maar dat is dan ook alles. dus is het enige. Algipan. <laughs> fuck Algipan. Uh, fuck Algipan 2023. <laughs> uh, nee, maar voor de rest ben ik uh, geblest. Dat is al vast vervelend, hè? Mm -hmm. Vind ik vervelend, hè, jongen? Snotten en doen. Ja, heel dag, mijn lus. Ja, snijden. ik snap het, dat is niet fijn. Maar blest ook wel met uw. Uw stem is ook wel perfect gemaakt voor muziek, wel. Hè. Is dat iets waar je ook hebt naar moet zoeken, uw stemgebruik, om nu zo. Oh. Ik weet dat niet, want je hebt altijd zo'n. Zo, dat timbre is wel aangenaam naar het ja, luisteren. Ja, alles lief van jou. Ja, ik heb dat wel. Al, ik heb dat ook al gehoord. En. Um, ja, ik. Zingen is een beetje melodisch praten of zo, mm -hmm. in zekere zin. Dus dat ik dan ook een, een redelijk oké zangstem heb. Klinkt dan redelijk logisch. Al mogen je daar dan ook wel wat oefeningen voor doen mm -hmm. en zo. Wat ik nog te weinig doe. Zo. Maar ik heb ook een paar zanglessen gevolgd. En boeken gelezen en zo over de stem. Ik vind het ook een heel interessant mechanisme gewoon. De mm -hmm. stem. Ja, ik vind dat cool. Um, dus, en ik, ik vertel ook heel veel. Ook tegen mezelf. Als ik ga wandelen bijvoorbeeld, dan ben ik gewoon met mezelf aan het praten. Gewoon luid op. En dan leg ik het een beetje uit. Dan stel ik mezelf vragen en dan... <laughs> Probeer ik daar zo'n helder mogelijk antwoord op te formuleren. En dan ben ik mijzelf aan het vragen van ja, alleen ja, hoe moet ik het uitleggen? dan ben ik zelf aan het zeggen van ja, en normaal praat ik tegen mezelf. In dat interview dat dat niet echt bestaat. Ah, oh, oh, oh. Snap je wat ik bedoel? Dus ik ga helemaal ver. Ik snap je hier. Reception-achtige shit of zo. Ik ofzo. volg u 100%. Ah. Dit ben en ik hier zeg ik het voor de eerste keer echt. <laughs> ik praat tegen mezelf als ik wandel. En ik mag het in het echt zeggen in een micro. Ik doe het ook wel. Ik, ja. ik volg 100 ja, je 100. En ik doe ziet... dan ook alsof dat ik in een interview zit. Ja. En dan stel ik mezelf een vraag en dan praat ik tegen mezelf en ja. ik het antwoord: ja, ja, ik volg je 100. Maar dat is, ik weet niet hoe. Dat is. Je doet aan zelfreflectie, aan introspectie. Je leert jezelf kennen. Mm -hmm, mm -hmm. En, en, en je kunt. Ja, ik vind dat goed. Maar bon, wat je jezelf vraagt is. Dat is altijd een beetje subjectief. Hè. Ja, en ik denk dat je veel meer eigenlijk ah, je ook, ook altijd op dezelfde vragen terechtkomt, of zo, en op dezelfde paadjes terechtkomt. Ja. En als je pingpongt met z'n twee, komt er veel meer uit. En dan ben je over snotdoeken aan het praten. <laughs> dus dat zou ik nooit kunnen bereikt hebben op mijn eentje, omdat ik geen snotzakdoeken heb. Amai, dat is het ongelooflijk. Ik, ik heb alles gevraagd wat ik wou vragen, buiten nog één of twee dingetjes. Veel artiesten die nog aan het opkomen zijn, of nog een beetje mm -hmm. met de eerste muziek bezig zijn, spelen ook heel vaak in het voorprogramma ja. van andere artiesten. Is dat iets wat je nog. U zelfs doen, of mijn bepaalde artiest zag u zelf nog een voorprogramma als doen? Ja, ik heb dus een uh, paar Peters vernoemd, mm -hmm. dus dat zou ook heel cool zijn, want dat is heel hoog gegrepen. Um, op het begin heb ik ook heel veel de vergelijking met Tourist MC gekregen. Ah, ook okay, 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 okay. Niet per se dat ik dan per se dat voorprogramma moet gaan doen, maar ik denk wel dat je een beetje moet aansluiten ofzo, bij de stijl van u. Hoofdprogramma dan. Maar maakt hij nog muziek? Toerist? Ja? Oeh, dat gaat hem niet graag horen, hè, Maxi. Denk het? Denk het? <laughs> nee, maakt nog muziek, zeker weten. Oké, okay, zijn, zijn bekendere liedjes ken ik wel. Ja, ja, ja. Met zo die koorstem, zo dat liedje begon. Met de, de Troubadours was dat, denk ik. Dat ja, Troubadours, Horizon. Liedje. Horizon, Horizon vond ik een zeer goed liedje. Begrijpen elkaar, is al wat recenter, vond ik ook heel goed. Nou, dat ken ik niet. Ja. Maar ja, dat, dat, ja, die dingen dateren soms ook al van 2015 en zo. Dat is dus. ook al even geleden, hè? Ja, inderdaad. Maar hij maakt nog steeds muziek. Oké. Okay. Sorry voor de belediging nee, dan. Nee, niet. Maar dus uh, Bart Peters, uh, Toerist Lemci. Uh, van Brie Hang had ik ook al een keer gedaan. Brie Hang vind ik top. Gedaan in Leuven. Heb ah, je hebt dat al gedaan in ja, okay. Schouwburg. kei fijn. Nice. Ook een, heel, uh, ook een artiest waar ik echt achter sta. Hij maakt zeer, zeer coole muziek. Ik weet niet hoe hij is als persoon, maar ik vind zijn muziek echt top. Niet, maar... Tussenin was, denk ik, even van ja, zijn laatste. Ja, ja. Goed, hè? Vond ik top. Ja, Heemt die gasten. gaan dan zo. Ah, harder. Vond oh. ik zeer cool. Dus die, die... Ja, dat is wel Ja, die drie. Dan nog eens de brigand. Oh, dan doen gewoon <laughs> <laughs> <Dat doen't laughs> Waarom gewoon niet? Waarom eens... niet? Maar ze nog in Leuven... In, ja, in, in België. Oh, die drie. We gaan het er behouden. Mm -hmm. Want je meeste optredens zijn tot nu toe allemaal in Kanteleuven. Kanteleuven, hier en daar een uitschietertje. Maar we hopen dan, uh, na, na de aanloop van de albumrelease, zo wat meer de uithoeken okay. op te zoeken en zo wat zeker try uit te doen. Ja, ja, we gaan zeker op met die albumdingen, want ja. als het allemaal op hetzelfde niveau gaat zijn van de liedjes dat we nu al uh, Wat is Zit Zat -zot van u? Ja, eerst was Onveraarde Weg, dat is een beetje met de koers. Ja, dat heb, de de uh, uh, heb ik clip ook bekeken. Dan heb ik Zit Zat Zot gedaan. Mm -hmm. Dat is tot nu toe de meest geliefde, denk ik. Dus en ook, dat is ook Vientje. terug, in, in dat refreintje is stoppen. Ja. Super, super. gemakkelijk, he. Maar dat wielrennen snap ik wel niet. Ik haat wielrennen. Ik, ah, ben, nee? ik ben een anti-Belg, denk ik. Oh. Dat zijn mannen op een fiets. Ja. En daar stopt het, he. Ja, ik, vind dat, ja ik, ik heb daar wel een zwak voor. Ja, maar dat is, Ik ben daarmee opgegroeid en mijn vader keek naar het wielrennen en mijn opa keek naar het wielrennen. Nou, dan moet je daar ook naar kijken. Hè. Ja, moeten. Ja, nu doe ik het wel gewoon graag. Hè, maar dan zo ja, de, de koersen als Paris roubaix Of de Ronde van Vlaanderen of de Tour de France. Dat zijn ze van die, van die dingen. En, en ja, Je supportert dan voor iemand. Hè. Dus een koers is direct minder waard als je je lievelingscoureur niet meedoet uiteindelijk. Hè. <laughs> maar je supportert dan en, je, en je, kent, je begint die renners wat te kennen ook. En, en ja, er, is, er is veel meer dan gewoon rijden op de fiets. Er is, uh, maar ik snap, het. ik snap het volledig. Dat het voor de koers leek bijzonder saai nou, kan aanvinden. Elke sport kijk ik er niet naar? Nee, ik ben ook niet meer per se into die dingen, voetbal en zo. Nee. Ik was vroeger voor Club Bruggen. Nou, maar je, maar je moest, weet, voor, dus iets, je moest voor iets zijn hè, vroeger. Ja, je daarom. moest kiezen. Voor mij was dat gewoon AA Gent. Maar ik kende sport is wel, was wel belangrijk. Hè. We, in die opgroeien. je nooit graag gesport? Maar ja, je maakte dan wel deel uit van een voetbalclub, of je ging dansen, ja, of breakdansen? Ja, ik, of... ik heb zeven à nou, acht verschillende sporten gedaan, omdat ik ah, gewaars, nergens ja. mijn ding vond. Ja, ik zie. En dan met fitness heb ik wel eens wel gevonden wat ik leuk okay, vond. Oké, mooi. Een zwaar ding erop Ja. <laughs> De oermens in u. Oeka, oeka. <laughs> nee, ja, fitness, ik heb dat ook even gedaan. Ik vind dat zeer leuk. Ja, ik vond dat ook leuk. Maar ik had dat zo vooral in mijn puberfase, ah, van ik wil, ik, wil, ik, wil, ik wil groter zijn dan ik eigenlijk ben. En ik ben dan ook iemand die heel veel wil doen, maar mijn hoofd kan soms... Niet volgen. Hè? Wel volgen. Oh, okay. Mijn hoofd wil te veel en mijn lichaam kan niet volgen. Oh, okay. En ik heb zo eens met te veel uh, aan de baard te trekken... Uh, <laughs> mijn schouder belast. En tot op de dag van vandaag voel ik dat mijn linkerschouder iets minder sterk is dan mijn rechter. Van wegblijven dus. Van wegblijven dus. al zou ik moeten. Uh, op lichaamsgewicht. zo een beetje pompen of zo. Maar ook daar zegt mijn schoudergast... Hier zit ik niet voor gemaakt, ze mag Om je, je lichaam niet te Oké, okay, maar zoeken, dan heb ik eigenlijk nog maar één vraag voor u. Want kijk, het gaat perfect zijn, denk ik. Uh, um, heb jij nog een, een, een boodschap, iets dat jij nog kwijt wilt aan de mensen thuis, nog iets wat je wilt zeggen, waar je nu aan aan het werken zit, dat, dat, hmm. tegen dat die podcast uitkomt, dat ze zeker kunnen bekijken eventueel of beluisteren? Uh, wel, ik weet dus niet of het al uit zal zijn, mm -hmm. maar de volgende single is, uh, heet Morsecode. Morsecode, oké. Okay. Heet Morsecode, ja. Weet je wat dat is, Morsecode? Ik ken. Langkort, langkort, ja. van die dingen. Dat ken ik, dat ken ik. Ja, en dat is dus een track die uh, gaat over morsecode mm -hmm. en over het knipperlichten van een relatie. Oké. Okay. Punt aan de lijn, punt aan de lijn, punt aan de lijn. Dus uh, dat is ja, een misgelopen liefdesverhaal dat ik nu ga brengen gaan brengen. Is dat iets van een van de meer omdat je daarnet zei dat de liedjes nu soms ook een beetje... Ja, neers. daar begint het. Met mijn mousecode ja. begint het. Ja, vanaf daar gaat het ja. alleen maar fout. <laughs> Oké, okay, en heb ik al iets van laten van een album of is dat nog volledig? Ja, ik weet dan niet of ik dat eigenlijk mag zeggen, maar dat zou uh, rond april moeten Misschien, zijn. Oké. Okay. Want tegen dan zal ik u al nog een paar meer, singles meer, in uw gezicht hebben nee. geduwd en dan... Komt er een album van 13, 14 nummers? Oké, okay, oké, okay. zokke. Ik ben ongelooflijk benieuwd. Uh, ik wil u heel, heel hard bedanken om helemaal tot hier te komen. Ik Gaast vond het oprecht u. een zeer, zeer leuk gesprek. Wal. Ik vond het ook heel gezellig. Aangename man. Dank je wel. Mensen kunnen nu waar vinden online? Online, Instagram, TikTok, Spotify, zokke. Spotify, zokke. Welke camera is het eigenlijk? Je mocht zelf kiezen. Nee, kiezen. maar dat? dat is hey. Dat is één alleen voor u. Dag lieve vrienden, ik ben dus Jokke. En je kunt mij vinden op Spotify. Al mijn nummers staan daar. En je kunt me ook vinden op Instagram. Dat is Jocke.vl. En op TikTok. Jocke.vl van Langendonk. Oké, okay, super. Daarvan komt dat dan. Dank u wel. helemaal tot hier te komen. Alsjeblieft. En misschien tot de volgende keer. Tot de volgende keer. <laughs>